Zo, daar zijn we weer. Ik rijd net weg bij het bedrijf waar ik heb gelost. Dat was ook alweer grappig, dan kwam ik het hek niet uit, want dat hadden ze een stroomstoring. Dus heb ik weer een 20 minuten staan te wachten tot ik het hek uitkom. Deze dag heb ik heel de dag al wat. Eerst anderhalf uur file. En nou dit weer. Zo maak je elke dag wel weer wat mee, hè. Je kan je er druk om maken. Maar heeft geen zin. Die dingen gebeuren. Oké, nu gaan we richting Amsterdam, binnendoor. Door Alphen aan de Rijn. Langs Leimuiden. Dan zo naar Amsterdam Westpoort, dat is wel bekend. Maar dit stukje hadden we nog niet online staan. Links zie je de communicatietoren. En rechts van mij is eerst de karwei, maar hierachter ligt Avifauna. Als je goed kijkt door de bomen heen, zie je eerst een zwembad. En daar zie je de toren met de glijbanen. Van de speeltuin. Nou, in die speeltuin ben ik heel veel keren geweest, kan ik je melden. Vroeger, toen ik nog een kleine jongen was, hè, want tegenwoordig pas ik niet eens meer met mijn bolle lijf in zo'n buis. Misschien onder hoge druk, maar anders ook niet. Ook wel weer eens leuk om te rijden, dit stukje. Ja, we volgen gewoon eigenlijk de borden Amsterdam, hè. Tenminste, ja, ik volg de borden niet echt, want ik weet de weg wel. Hier gaan we naar rechts. Dan rijden we nog steeds langs Avifauna, want de hoofdingang zit hier aan de rechterkant. En recht voor ons het wegrestaurant. Ja, leuk. Goede herinnering aan het park. Ook dit jaar misschien nog maar weer een keertje bezoeken. Dan gaan we zo meteen een stukje centrum meepakken. Niet het oude centrum, daar komen we niet. Maar we gaan wel door de woonwijken heen, zeg maar. En langs de woonwijken, of tussen de woonwijken door, moet ik eigenlijk zeggen. Centrum is als je hier naar rechts gaat, nou, waar gaan die naar links? Wat een herrie. Ja, ik heb mijn dakluik even lekker openstaan. Want het is prachtig weer, 14 graden. Zonnetje schijnt zoals je ziet. Het is nagenoeg windstil. Maar toch nog wel verraderlijk buiten. Want als je zonder jas naar buiten gaat, dan loop je te mooie pleuris hier op. Die fout is schuin gemaakt, hè. Nou, deze verkeerslichten de komende tijd tot aan de provinciale weg weer is het een en al camera's, camera's, nog eens camera's. Allemaal snelheidscontrole en rood licht.
En dat snap je ook wel. Want het wil een beetje veilig blijven allemaal. Kijk wat de brandstof hier doet, ik kijk voornamelijk naar diesel, 31,9. Ja, toch alweer goedkoper gezien vandaag hoor. 1,28,9, 1,27,9 is het goedkoopste wat ik vandaag ben tegengekomen. Ik hoef nu niet te tanken, gisteren al gedaan. Ja, kijk er wel naar, langs de snelweg zal je mij niet zien tanken. Want ik moet echt vergeten zijn om te tanken en moet thuiskomen. Ik moet het net niet hebben. Dan gooi ik er wel 5 of 10 liter in, uit het vol. Betaalt langs de snelweg gewoon zomaar 15 cent meer als bij sommige pompen in de plaatsen, lokaal gezien. Rechtsaf richting Gouda en Utrecht. Dan kom je weer op een gegeven moment langs de Gouwen terecht. En hier linksaf gaan we richting Leimuiden. Zo door naar Amsterdam, de A4 op. En dan de A5 weer richting Amsterdam-Westpoort. Wat je in eerdere filmpjes al gezien hebt. Maar goed, we laten de camera maar lekker draaien. Want het is gratis, mensen. Lang leven YouTube. Ja, en als ik al die filmpjes daar heb geüpload en YouTube stopt ermee of gaat feed of bepalen dat ze er mee stoppen of dat ze, weet ik het, de filmpjes er allemaal af gaan gooien, schoon schip gaan maken. Oh, dan heb ik toch wel een probleem. Dan ben ik ze allemaal kwijt. Lijkt mij dan toch wel dat ze de accountgebruikers nog eventjes de gelegenheid geven om alles te downloaden. Maar daar ben je ook al een jaar bezig, want als je alles... Over een jaar of 5 of 6 een paar honderd filmpjes erop heb staan. Nou. Dan ben ik wel even zoek, denk ik. Maar daar gaan we gemakshalve maar eventjes niet vanuit. Een beetje mazzel redden we dit verkeerslicht. Zo, ook weer geregeld. Net aan hoor. Gingen door oranje. Kleur met een oranje.
Valentijnsdag. Ik heb van mijn vrouwtje maar lekker een stukje chocola gekregen. Die lagen in de koelkast naast mijn brood vanmorgen. Heel erg leuk. Maar niet dat ik dat in een ander jaszak heb laten zitten. En dat is nu nog helemaal niets aan heb. Dus dat waarschijnlijk morgen zal wel zal verorberen. Maar goed, ze heeft wel aan me gedacht. Maar ja, Valentijn is eigenlijk iets voor stille liefdes, hè. Er is niemand stiekem verliefd op mij, want ik heb niets ontvangen van niemand. Gelukkig niet dood trouwens, want dat zouden we herraad weten. Niet echt handig, als er iemand achter je aan krijgt. Dat zou ik ook niet willen. We hebben één vrouw echt wel meer dan genoeg. Niet lullig bedoeld of zo, hoor. Nou, toch wel gezellig dat je met me meerijdt zo. Hartstikke leuk. Je bent alleen wel een beetje stil tegen me, dat is wel jammer. Je zegt niet zoveel. Dus dan voer ik het woord maar. Nou, dit vind ik prachtig. Met dit weer, deze vergezichten. Ja, ik weet niet of dat op beeld ook zo mooi te zien is, maar ja, ik kan natuurlijk 180 graden kijken. Meer dan dat zelfs. En dan kan ik, ja, dat is wel heel mooi. Zonnetjes over die akkers heen. En, links een leuk pittoresk dorpje. In de wei. Nou, nog eventjes en dan komen de eerste lammetjes alweer. Soms zullen de lucht niet lang op zich laten wachten. Terwijl de verse aanvoer van Swarma. Wat ik al eerder heb gezegd, dat de swarma die wij eten in de swarma tenten niet eens van schaap of lam gemaakt wordt, tenzij er specifiek om vraagt. Want dan krijg je het namelijk wel. En dat is eigenlijk niet te vreten, want dat is gewoon hartstikke droog. Dat wordt wel aan te drijven in de knoflooksaus. Sowieso wel met swarma, maar de normale swarma die wij krijgen bij de swarma boer, over het algemeen is dat half om, rund en varkensvlees. Ja, ik vind het wel erg lekker. Het was lekker om dat s'avonds bij de televisie eventjes, gewoon even een broodje swarma even weg te snavelen. Bakken we het even zelf, hè. Gewoon even zo'n klein bakje bij de supermarkt vandaan. Niet dat je kaas in de oven. Swarma in de grillpan. Ja, heerlijk man. Niet goed hoor, s'avonds omdat je gaat slapen van eten, maar het is zo lekker. Oh. Ga gelijk trek. Heerlijk. Nou, rij over de Drechtbrug. Je kent de Drechttunnel misschien wel, die is bij Dordrecht. En dit is de Drechtbrug, ja. Je verwacht het niet, maar dan ook echt niet.
over een kwartiertje zo ongeveer wel op plaats van bestemming zijn. Dus hou nog eventjes vol. Leuk is van deze rit, als je even moet plassen, kun je even op pauzeren drukken. Of doorscrollen. Het geluid uitzetten. Wat je maar wil. Ja, straks buigen we voor Schiphol dus weer af. Gisteren was op het nieuws dat er twee vliegtuigen met elkaar in de aanraking zijn geweest. Niet in de lucht, maar op de grond. Niemand gewond geraakt. Alleen een klein beetje schade. We hebben elkaar net getoucheerd, zeg maar. Ja, het al maar drukkende vliegverkeer. Drukker wordende vliegverkeer. Dan willen we ook wel eens wat fouten gaan misschien. En dat wil je in de lucht zeker niet hebben. Hier is Burgerveen en Rijsselhout. Ik zie net een verkeerslicht niet op de camera. Als ik ietsje hoger zetten. Zo. Kun je ook meegenieten. Wat gekut met die camera. Gek moet er wel. En zo, rij je maar weer. Nou, een nadeel van het langer licht worden en zonnig weer is een laagstaand zonnetje. Daar heb ik nu geen last van. Maar ik verwacht straks op de terugweg wel. Uiteraard heb ik altijd een zonnebril bij me. En redelijk goede zonwering in het voertuig. Maar het is ook alweer iets waardoor makkelijke ongelukken gebeuren. Als je die zon zit te turen en je kan het allemaal niet zo goed zien, dan... de veiligheid niet ten goede, zeg maar. Zo, ruimte pikken hier ook. En zie hier, de A4. Ik ben wat later als de afgelopen tijd en dan, dat betekent dan dat ik straks gegarandeerd in de file sta op de terugweg. Het is de hele dag al een feest, dus ik kan er ook nog wel weer bij. En met zo'n laagstaand zonnetje in je spiegel. Merk je ook dat je spiegels moet schoonmaken. Het is echt nodig. Lijkt wel matglas. Man. Schaduw voor me heb van de combinatie. Nee,
dat houdt dus in dat het al een redelijke lage zon is inmiddels. Je ziet dat het links al aardig opstroopt, dat het al aardig langzaam rijdt, de andere kant op. En daar, daar moet ik straks ook even een poosje in gaan staan. Het is nog eens donderdag ook, dat schijnt de meest drukke dag te zijn qua files. Ook leuk! Staat lekker vast daar. Nou, dat is wel voorland, hè. Dat heb ik straks eens. Daar sta ik straks gezellig in. Ja, ach joh. Het is bijna 4 uur, dus ik zit zo meteen lekker zomertijd aan. Tussen 4 en 7. Dat maakt de file altijd redelijk draaglijk. Rob van Zomeren en zijn kornuiten. Super aardige gasten. Ik zal allemaal ook in het echt ontmoeten. Mogen ontmoeten. Al meerdere malen. Ja, leuk. In de studio geweest bij Radio 10. En 2 keer op de Zomertijd Barbecue. Ja, dan leer je die jongens toch een beetje kennen. Je mag gewoon met ze praten. En, ja, het zijn beslotverrekening het maar gewoon mensen, weet je wel. En gelukkig zijn ze zich dat zelf ook bewust. Maar wel enorm leuk.
leuk om te zien. Ik weet niet of je het kunt zien, maar er taxiet een vliegtuig aan de rechterkant op de staande burgerbaan deze kant op. Dus een propellervliegtuig. En die heeft één propeller draaien tijdens het taxiën. De rechter in dit geval. Het is een Belgisch vliegtuigje. Ik zie hem wel vaker voorbij komen. Dat is een maatschappijtje en die heeft nog propellervliegtuigen. Volgens mij zijn die toestellen nog niet eens heel erg oud. Misschien weer wat voordeliger als een straalmotor. We komen wel achter elkaar naar beneden, zie ik in de verte. Dat houdt in dat ik nu de wind in de rug heb. Want ze landen namelijk onze kant op. Donker vaak mooi te zien, dan zie je al die vliegtuigen achter elkaar aankomen in een wachtrij om te mogen landen. Dat is echt wel een mooi gezicht. Het is ook wel een behoorlijk stukje planning. Daar zijn de mensen in de verkeerstoren dan weer verantwoordelijk voor. Dat het allemaal in goede banen geleid wordt. Ik ben hier al eerder geweest vandaag op deze weg, toen ik richting Zwaagdijk-Oost ging.
hoor. Verkeersinformatie. A4 Den Haag Rotterdam voor Slink Sloot 14. En A4 Antwerpen Dinteloord Berg van Zoom Zuid 40 minuten komt daardoor een ongeluk. Na 15 Oostvoorn en Ridderkerk. Verheijplaat Pernis 16. En de A28 Utrecht Zwolle voor Hoevenmaken 13. De nieuwslezer die net hoorde was Comus Boscha. Ook onderdeel van de zomertijds team. En die nu hoort dat is Luc van der Braak. Ook onderdeel van de zomertijdsteam. Hele aardige gozer ook. Thuis komen ze ook niks mis bij allemaal, joh. En dan hebben we nog Sven van Veen, oftewel DJ Sven. DJ Sven, die naam die ken ik ergens van. Ja, MC Mike G en DJ Sven. Het is die DJ Sven. Van de Holiday Rap. Die gozer, ja. Die zit ook bij je zomertijd. En dan hebben we nog Dingetje, die zit er op vrijdag alleen, dat is mijn grote held, van vroeger nog. Maakte, vond ik vroeger hele leuke plaatjes. En hij doet nog steeds gekkigheid. Ja, je zou het met moeten gaan luisteren, zeker op de vrijdagmiddag, dan is het één groot feest. Die Dingetje allemaal typetjes na tijdens het nieuws lezen, tijdens de verkeersinformatie, sorry. Alter ego's heeft hij dan, dat is echt grappig. Nog nooit heb gehoord, ga dat een keertje beluisteren. Radio 10, elke dag, tussen 4 en 7, voor de week. En tot vrijdag ook Dingetje aanwezig. En natuurlijk de man himself, Rob van Zomeren. De moppetopper. Kan die gozer gaan moppen vertellen, zeg, ongelooflijk. Het is gewoon een kunst. Dat heeft hij echt op een kunst verheven, echt waar. Zo, afslag Huppel de Pup, IJmuiden. Ik ben een beetje aan het inkakken, mensen, want ik had een kort nachtje en het zonnetje zo op die auto. Man, man, man. Maar goed, we blijven scherp. Op de weg letten, in elk geval. En op het verkeer. En zo hobbelen we Amsterdam-Westpoort weer in. Westpoort, je ziet hier het bord staan, hè. Het is 4 uur geweest, dus dat betekent dat heel veel mensen nu de auto ingaan. En om 4:30 nog meer, en om 5:00 nog meer. Kwart over 5, 5:30 ook nog een plukkie. En dan gaat het minder worden met de avondspits. Tenminste, een uur later wordt het minder. Zeker in dit gebied begint de spits eigenlijk om 3:00 al, 3:15. Ja, tot een uur of 6:30, soms 7:00. We hebben ons 7:30 meegemaakt omdat ik er in de file stond hier in de buurt. Ik word er niet echt vrolijk van, maar ja, het hoort erbij, hè, mensen. Het hoort er allemaal bij, hè. Maar ik kan wel lekker de hele dag om me heen zitten kijken en ik zie van alles gebeuren en dat is toch mooi. Oh, wat een oranje.
Zo. Even aan het einde een beetje een rustig ritje, want niet zo heel veel te vertellen op het moment. Ik ga er zo wel een eind aan breien, want ik ben bijna op plaats van bestemming. Er zitten hier ontzettend veel grote bedrijven, echt grote bedrijven met hele grote warehouses. Ja, hier is natuurlijk ontzettend veel ruimte. Dus daar kan het ook. Ik ga er een eindje aan breien. Mensen, dankjewel voor het kijken. Graag tot de volgende video. Ik hoop dat je daarvan hebt genoten. En ik zeg wederom weer toedeladokie!